Deze markante oude dame kan worden gezien als een symbool van het personeelsbeleid. Ze begon in 1926 als 16-jarige, met alleen lagere school, bij de Velo. Van jongste bediende groeide zij uit tot boekhoudster en procuratiehoudster van het hele Velo-bedrijf. En pas op 76-jarige leeftijd nam zij in 1986 afscheid van het bedrijf. Ik kom tot de ontdekking dat er heel veel mensen heel lang werkzaam waren daar. Was dat een soort cultuur in het bedrijf? Nou, ik denk dat het niet de cultuur was, maar ik denk dat het toch... Het was een soort familiebedrijf waar iedereen even belangrijk was. Er hing een hele goede sfeer. Het was, om een voorbeeld te noemen, er was een ideeënbus. En of dat je in de fabriek of op kantoor zat, iedereen kon zijn zegje zeggen wat hij moest denken van het bedrijf. En iedereen hoog achter elkaar. Er werd ook gezongen in die fabriek. Overdag werd er gewoon in het raam gezongen. Het was een geweldige sfeer. Dus als je daar eenmaal wat van geproefd hebt, dan bleef je er werken. Ja, spannend. Ja. Hoe voelt dat nu aan als je dus eigenlijk de producten van het bedrijf waar je zo lang gewerkt hebt, eigenlijk in een museum tegenkomt? Ja. Nou, ja, het is natuurlijk iets heel moois. Het is eigenlijk een beetje hang mee waar je krijgt. Ja. Want je weet hoe het begonnen is toen ik daar kwam. Dan ze dus nog een bomenzager waren. Ja. En die werden dan geloogd in het water. En dan werden ze in de droogkamer gelegd. En dan werden er duigen gemaakt. En dan ging die man die dus die duigen in elkaar sloeg. Dat was heel zwaar werk. En zo is het begonnen. En meubelmakerij was er. Een stoffeerderij was er. En als je kijkt wat in die jaren dat ik er gewerkt heb, de techniek een vlucht gemaakt.